9 mei 1977. Het was de gruwelijkste brand van na de oorlog in ons land. En dat niet zomaar in een pandje, maar in toen een van de grootste hotels in het hart van Amsterdam, Hotel Polen. Je kwam op Drock in het hotel binnen en dan liep je daar door een redelijk brede gang met wat bankstellen aan de zijkanten. En dan was er een prachtig trappenhuis met houten leuningen. Dat ging naar boven, naar de eerste verdieping. Dat straalde best grandeur uit. Er kwam toch ook een bepaald publiek. Hè? Jan Model zou daar niet komen. Hè? Dat waren allemaal mensen die toch wel beter gesitueerd waren. Hè? Jarl en Gunilla Akesson zijn een jong Zweeds stel. Beiden zitten in een rolstoel als gevolg van jeugdpolio. In mei 1977 zijn ze voor het eerst in Amsterdam en logeren in Hotel Polen. Här på, men nu kan kalla det för första våningen. Om 6 uur 's ochtends op de 9e mei gaat de ontbijtkok aan het werk. Plots raakt hij een brandlucht en ziet rook uit de etenslift komen. Er is brand in de meubeltoonzaal op de begane grond. In plaats van direct de brandweer te waarschuwen, belt hij de nachtportier. En samen proberen ze de brand te blussen. De gevolgen zijn desastreus. Toegestroomde zuurstof wakkert de sluimerende brand alleen maar aan. In een paar minuten staat een groot deel van het hotel in lichterlaaien. I heard noises such as breaking glass, exploding glass windows and that sort of thing. I think the first one I thought somebody's dropped a glass somewhere. But then came another, and then I heard shouting and screaming from outside the window. So I went to the window and looked out, pulled the curtains open and looked out. And there was a scene of absolute horror with people hanging out of windows, smoke and flames coming over their back. Vi hörde röster ute i korridoren. Hörde hur de skrek där ute och så såg vi hur det började ryka nere vid ja, vid dörren eller vid golvet. Och då undrade vi, då gick körde jag bort och öppnade dörren och såg att det rök i korridoren, då stängde jag den igen. Full of smoke. You could feel the warmth and smell the burning. Shut the door and tried to seal it again. And then the only way out was through the window. So I looked out the window and it was 2 stories down to the flat roof, which was inside the hotel. And then I climbed out onto the window ledge, put my feet out, turned round, hung onto the ledge, and then looked below, and then as far as I could hang, and then tried to jump backwards. Vi fick sätta oss på golvet och krypa ut på balkongen. Rudolf, gaat u naar het Rock-in? Autospuit Rudolf, gaat u naar het Rock-in? Dat zou zijn de steeg tussen Rock-in en de Kalverstraat. Jij alle ladderwagens die u hebt over, alle ladderwagens. Zij sturen een ladder aan het Rock-in. Want de mensen die staan en hangen voor het raam. So I looked around and walked backwards towards the back, away from where the hotel was, to get away from the flames and smoke that were above our heads now. And we found there were 2 women there, and myself and 2 other guys. So three guys and 2 girls. Girls, women. And looking around, there didn't seem to be any way out. And then somebody jumped from a window above us and went through one of the skylights of what I presume was the kitchen below us. Went straight through the skylight. Broke it, of course, with the fall. And from that moment on, there was flames meters high coming out of this window. So we knew that underneath us it was a complete sea of fire. Je moest heel goed opletten, want je stond natuurlijk met de springzaal, maar die mensen die gooien eerst hun koffers en hun tassen naar beneden. Dus dan moest je al vragen of je niet een koffer op je kanus krijgt natuurlijk. Ja, en als dat er naar beneden gooit, dan moest je gooien het ook in de springzaal. Gaan weghalen en dan sprongen ze. Dus ik weet niet hoeveel, maar misschien een stuk of 5 hebben we erop gevangen. Maar ik weet ook nog wel, er was een lavel die ging ook nog, die was uitgeschoven. Dus die mensen die niet bij ons in springen, die sprongen wel op die lavel. Ja, er lopen van die stagepapen onder natuurlijk. Dus ik weet nog dat er 2 vrouwen daarin sprongen. Maar die ene die sprong precies zo op die stalen papen. Dus jongen, nou, die brak natuurlijk alles.
En die donderde nog 2 meter naar beneden vanaf die lavel. Och, jag vet att vi la oss inne vid väggen, båda två. För att det rök så utanför så de kunde inte se oss. Vi trodde vi skulle dö där. Det trodde vi faktiskt. Vi trodde inte vi skulle komma därifrån. För hur det är så är det inte så, när man inte kan gå är det inte lätt att ta sig ner från balkong, även om där är, stegar och så. Vi kunde ju inte klättra på någon stege. So we looked behind us and there was a door on the same level as the roof and a window. So myself and the other guy started kicking and we broke the door down. We just kicked it and kicked it until it broke. We found ourselves in an office on the second floor, third floor, whatever. And at least that wasn't burning. All the burning seemed to be behind us. So we just carried on, I'm afraid, breaking doors and just smashed our way through until we went down and found ourselves in a shoe shop. So here we are, we've escaped from the fire and we know it's right behind us, but we're trapped in the shoe shop. So we tried hitting it with stools, with the those small sitting stools that they have in shoe shops, aluminium. We tried everything to break the doors and we couldn't get through. So we all three men got together as a scrum. And I remember one of the guys, and I looked down at him. He had no hair on the back of his head, it was burnt off. And his whole back, his pajamas were melted and burnt onto his back. His back was black, but he was still fighting. So we made a scrum, charged the door like crazy, and bang, it burst open. Steven Kosten weet te ontsnappen, maar niet iedereen heeft zoveel geluk. Veel oudere hotelgasten wachten in hun kamer vergeefs op redding door de brandweer. En dan, om 7 uur, stort het achterste deel van Hotel Polen in de Kalverstraat totaal onverwacht in. Ik weet alleen wel op één hoogte lag dan een meneer. Dat was dan een invalide meneer. Ja, die ladder had eerst al een paar andere weggehaald. Maar die man die lag daar nog. Die lag met zijn rug op dat balkon. En die had zijn arm had hij er doorheen. Dus die zag je zo met zijn armpje zwaaien. Van, hey jongens, ik ben hier ook nog. Ik wil ook natuurlijk naar beneden. Toen lagen we daar op golvet en tänkte op Anna, vår dotter. En sen... Men sen rätt som det var så började de spruta på vår balkong så att röken försvann. Och då stack Jarl ut, min man stack ut handen mellan spjälorna där så de såg oss. Och det var då han brände sig på armen. Ja, det var förskräckligt. En toen zijn er een brandwacht of de chauffeur van een andere auto, die hebben dat een beetje proberen af te blussen. En toen hebben we die meneer naar beneden gehaald. Tenminste, ik niet, maar een andere. En ik heb hem dan wel opgevangen ook. Daar op het balkon. Eller op de stegen, meneer. Ja. Ja. En dan komen er nog som de bär ut därifrån. Det var, kan kanske vara Jarl. Toen kwamen er 2 oude brandwachten van de Rozengracht, die kwamen bij mij. Dus die ene oude brandwacht die zegt tegen mij, hey, jochie, ga eens even naar beneden toe. En net dat ze eigenlijk beneden zijn, toen stortte dat hele gebouw in elkaar. Wil je meer? Abonneer.